Jehovah's getuigen en is het waar of niet waar? 6. Zijn Bijbelse personen afbeeldingen van Jezus Christus en klassen van mensen? Geliefde vrienden van de waarheid, broeders en zusters. Er wordt onderwezen dat een aantal in de Bijbel beschreven personen een afbeelding zijn van Christus of van onderscheiden klassen van mensen. De Bijbel geeft de dringende raad, zoals in 1 Korinthe 4 vers 6 staat, gaat niet buiten de dingen die geschreven staan. We lezen in de Bijbel over de vele voorbeelden van geloof en vertrouwen in God die ons kunnen aanmoedigen. Denk eens aan Abraham. Abraham en zijn vrouw Sara waren al op hoge leeftijd, zodat de verwachting om kinderen te krijgen onmogelijk leek. Gods belofte werd ingewilligd voor het verkrijgen van een zoon die tot een grote natie zou gaan worden. Toen zijn zoon Isaac in de mate was opgegroeid, werd Abraham beproefd. Hij kreeg de opdracht naar de berg in Moria te gaan om zijn zoon, die hij zo lief heeft, als een brandoffer aan God op te dragen. Daar aangekomen maakte hij een altaar met brandhout gereed en legde daar vervolgens zijn gewillig meewerkende zoon op. Hij nam toen een slachtmes in zijn hand om zijn zoon te doden. Op het laatste moment weerhield God hem ervan en liet weten: en nu weet ik werkelijk dat gij godsvrezend zijt, doordat gij mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Bij het lezen van kom je onder de indruk van zijn grote geloof en vertrouwen in God. Zo komen we ook onder de indruk van Gods grote liefde voor de mensen, als hij toestaat dat zijn meest geliefde zoon zijn volmaakte leven op een gruwelijke wijze aflegt om verzoening te bewerkstelligen. Hiermee is er een verzekering voor een toekomstig herstel van eeuwig leven onder het Koninkrijk van God. Een voorbeeld is ook Daniël, die in zijn dakvertrek met open vensters 3 maal per dag op zijn knieën tot God bad. Zijn afgunstige tegenstanders hadden bewerkstelligd dat er een wet werd uitgevaardigd dat indien iemand tot enige God zou bidden, in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Moedig trotseerde Daniël de consequenties en bleef het God bidden zoals hij altijd al deed. Wat een les voor ons om ons niet door bedreigingen te laten afhouden om God getrouw te blijven dienen, zelfs als het ons leven zou kosten. Hetzelfde ondervonden onze broeders in de concentratiekampen, die voor de keus stonden God ontrouw te worden of door een vuurpeloton te worden gedood. Een voorbeeld is ook Stefanus, die moedig getuigenis gaf van de waarheid van God. Hij werd gestenigd omdat ze de waarheid niet wilden horen. Dan leren we van zijn barmhartigheid. Door zijn woorden kort voor hij stierf: reken hun deze zonde niet aan. Ook David kan als voorbeeld voor ons dienen. Hij had een groot geloof en vertrouwen in God. Toch beging hij ernstige zonden, zoals een overspel met Bathseba. Ook door het tellen van het aantal strijdbare mannen, om te kunnen roemen over zijn strijdkracht, in plaats van altijd te vertrouwen op Jehovah God voor de overwinning. We leren vervolgens van zijn intense berouw over zijn verkeerde daden. Dit is bemoedigend voor ons, dat indien wij intens berouw hebben van onze fouten en ons inspannen voor een herstel, we mogen uitzien naar vergiffenis. Door Hebreeën 11 worden we aangemoedigd voor geloof en getrouwheid.
Wat we nu besproken hebben zijn de voorbeelden van geloof en moed met de aanmoediging er persoonlijk lering uit te trekken. Er worden echter ook profetische afbeeldingen onderwezen. Zo wordt er geleerd dat Christus de grotere Jefta is, omdat hij een rechtvaardige strijd voerde. De priesters die onder het wetsverbond dienst voor God verrichten, zijn een afbeelding van hen met een hemelse bestemming die een klasse van priesters zouden zijn. De niet-Israëlitische Netinim, die de priesters toen hielpen bij werkzaamheden in de tempel, zijn een afbeelding van hen die zonder een hemelse bestemming thans verantwoordelijkheden hebben op het genootschap. Alle niet-Israëlieten, zoals de Gibeonieten, zijn een afbeelding van allen die voor hun toekomst uitzien naar een herstelde aarde. Er wordt onderwezen dat Jezus Christus de grotere Joshua is, die thans zijn volk leiding geeft. Ook is Jezus Christus de grotere Salomo. Zie voor informatie hiervoor naar de video Waar of niet waar 5 met de vraag: is Christus de grotere Salomo? Ook wordt onderwezen dat Jezus Christus de grotere Jehu is, die door Elisa tot koning werd gezalfd. Hij wordt vertegenwoordigd door allen met een hemelse bestemming. Jonadab, die geen Israëliet is, en verklaarde dat zijn hart met Jehu is, is een afbeelding van allen met een toekomst op deze aarde en thans samenwerken met hen die een hemelse bestemming hebben. Dit zijn slechts enkele van de profetische afbeeldingen die door Jehovah's getuigen worden onderwezen. De vraag is: is dit in overeenstemming met 1 Korinthe 4 vers 6 waar staat: gaat niet buiten de dingen die geschreven staan? Kan Christus de grotere Jehu zijn? De vraag is: is Jehu een werkelijk voorbeeld voor Jezus Christus? De verwachting was dat hij als de aangestelde koning de ware aanbidding volledig zou gaan herstellen. Het verslag laat zien dat Jehu al de Baal-aanbidders heeft gedood. Het hele huisgezin van de toen de regerende koning Achab werd in Israël om het leven gebracht. Hij vernietigde alle voorwerpen voor de Baal-aanbidding. Maar hij herstelde niet de zuivere aanbidding van God, zoals dit door het wetsverbond via Mozes was ingesteld. De kalverenaanbidding, door middel van de 2 gouden kalveren die in Bethel en Dan door de eerste koning Jerobeam van Israël waren geplaatst, bleef bestaan. Had koning Jehu werkelijk een goed bericht bij God opgebouwd? Het is duidelijk nee. In Hosea 1 vers 4 lezen we dat Jehovah rekenschap vraagt aan het huis van Jehu wegens zijn daden van bloedvergieten die Jehu in Israël had begaan. Kan Jezus Christus, die zonderloos en volmaakt is, en door zijn gehoorzaamheid tot in de dood verhoogd is door God met de naam die elke naam te boven gaat, vergeleken worden met de veroordeelde Jehu? Kan Jezus Christus de grotere zijn van onvolmaakte mensen? Is het voor u duidelijk dat er goede voorbeelden in de Bijbel een aansporing kunnen zijn om die persoonlijk op te volgen? Maar dat er vele profetische afbeeldingen, zover de Bijbel niet zelf in de toepassing voorziet, onmogelijk de leer van God kan zijn? Het zal nodig zijn dat de broeders alle onderwezen leerstellingen aan een nauwkeurige Bijbeltoets dienen te onderwerpen en dan vervolgens alle onschriftuurlijke leerstellingen dienen te corrigeren om God werkelijk in waarheid te kunnen aanbidden. U kunt de broeders daarbij helpen door een vriendelijke brief aan hen te schrijven met uw op de Bijbel gebaseerde opmerkingen.
laat altijd God uw leraar van de waarheid zijn. Een hulp voor uw Bijbelstudie kan zijn de vele Bijbelstudieonderwerpen op youtube.com/tabib01. Daarbij ook de website debijbeltroes.info en de website debijbeltroesweb.info. Er is daar een link naar alle Bijbelstudieonderwerpen. Bedenk ook dat indien u Gods wil doet, God u een toekomst belooft van eeuwig leven op een herstelde aarde. Dank u voor uw aandacht voor dit Bijbelstudieonderwerp.